een hockeywedstrijd met 4 ons 10 tegen 9 team. 3, 2, nee, 3, 1 gaat worden voor de meiden. Ik ben! Oh, kijk je dat? Oh, Eline, kan je van die dingetje maken met die Nutella, die met suiker? Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkers. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. En wij zijn onderweg naar het ijscentrum in Vlaardingen voor een ijsbijeenkomst. En we bedenken net dat we de camera thuis hebben laten liggen, natuurlijk nog op de oplader. Dus ja, we gaan vandaag even filmen met de mobiel. Merel was de eerste 2 uur vrij. Die heeft een bonusvideo opgenomen met haar eigen ochtendroutine. Lekker met Junior gespeeld. Ze zijn bezig met de badkamer en met het behangen van de kamers van Floor en Guusje. Want die krijgen een nieuwe, nieuwe slaapkamer. Eigenlijk hetzelfde als Merel en Eline. Nieuw behangetje en wat neutralere kastjes en zo. Meer een tienerkamer. Ja. Ze hebben nou nog een kinderkamer. Ja. En dan krijgen ze dat. Dus de laatste kamer die je krijgt. Ja. Dus wees er zuinig op. En met een goed bed, want we hebben toen een hele goedkope bedding gekocht en die zijn allemaal versleten. Ja. Dus die goedkoop is weer duurkoop. Ja, maar er zit nog 12 weken leeftijd zo op die bedden. Maar de behangetjes worden nu al gedaan. Floor heeft nog wel een goed bed, dat gaat naar Madelief. Ja, maar Madelief bent ook kapot. Ja, dat weet iedereen al wel met de voorzichtigheid. Dus het wordt allemaal een beetje schuiven. Het is echt een puinhoop in huis. Overal liggen balken en isolatiemateriaal. En, ja, je kunt beter eventjes snel er doorheen. Jij wil een nieuwe badkamer. Ja, dat weet ik. En ze zouden ook vandaag de sauna op gaan bouwen. Alleen nu hadden ze bedacht om het toch eerst nog maar allemaal te gaan tegelen. Want dat was toch strakker. Dus al die spullen van die sauna liggen allemaal boven, in de kasten, in de kledingkasten. Ja, is dat erg? Ik zei, nee hoor, laat maar liggen. Het is ook toch gezorgd, dus het maakt eigenlijk niet zoveel heel veel uit. Ja, we douchen nou weer boven. Ja. In de kinderbadkamer. Het is wel fijn dat je dan 2 badkamers in huis hebt in ieder geval. Ja, dat hoor je wel van veel mensen die verbouwen van, we zijn de badkamer aan het verbouwen en de anderen moeten ze in een schuurtje douchen of zo. Ja, nee, daar hebben wij niet. Sissy heeft natuurlijk ook nog een eigen badkamer. Dus bij hoge nood zouden we ook daar nog kunnen douchen. Maar we gaan naar de ijsbijeenkomst. De februari bijeenkomst is altijd het cijfervergelijk. Dan weet je een beetje hoe je het jaar ervoor hebt gedaan voordat het nieuwe seizoen gaat beginnen. Dus dat is altijd wel leuk. Vergeleken met andere ijsbaars, we hebben het over omzet en kosten. Ideeën op de win. Normaal doen we dat bij een andere ijssalon. Zodat je ook van een bedrijf nog iets kan leren of nieuwe producten ziet. Maar de cijferbijeenkomst is nou in het nieuwe ijscentrum. Daar zijn we ook nog niet geweest. Zullen we nog even kijken. Ik zie, maar ik heb een beetje paarse oogschaduw. Maar het lijkt wel of ik gewoon klap op mijn ogen heb gehad. Maar kijk, het zit op een hele rode kring heb. Maar dan kom ik heb een paars shirtje aan. Dus ik denk dat doe ik paarse oogschaduw bij. Maar als ik dat nou zo zie, dan denk ik, nou zit een klap op mijn hoofd. Ik kan het niet goed zien, want ik ben. Dus nou ja, wij zijn onderweg. En tegen gaan bij het ijscentrum ook wel even filmen, denk ik. Mama vroeg of ik boodschappen wil gaan doen, dus ik heb boodschappen gedaan. En we eten vandaag witlof met cordon bleu en schnitzel. Ja, voor degene die cordon bleu wil of schnitzel. Kaassaus, worteltjes en ertjes en gebakken aardappeltjes. En ook mijn oma zijn er ook en die doen gewoon op junior letten en zo. En Malief is met Sissy naar de zwemles. En waar is de rest? Boven allemaal en afspreken of niet? Ja, daar zijn de kamertjes van behangen. Oh ja. Is het behang er al? Ja, zit er wel op. Oh, want ze hebben een nieuw behang. Ik zal het even gaan laten zien. Ik heb zelf ook nog niet gezien, maar ik wist wel dat er vandaag in ieder geval was. En daar komt ook nieuw behang in de. Ja, gewoon waar we altijd eten. Daar komt ook nieuw behang. En ik heb vanavond tegen mijn broertjes een hockeywedstrijd met heel ons team tegen hun hele team. En dat vind ik echt super leuk. Ik zat er echt al 2 weken naar uit te kijken. Want ja, dat vond ik echt gewoon heel leuk. En ze zijn hier ook de badkamer aan het verbouwen. Want mama dacht, ja, dan doen we maar alles in 1 keer. Maar ik heb zoveel zin in een hockeywedstrijd.
Ik word echt moe van deze trappen. Maar ik ben boven. Hallo. Ik ben heel blij. Ja. Ja, ik ook. Zo, dat ruikt je wel. Mooi. Hebben jullie hetzelfde of niet? Het ziet er wel een beetje oud uit, maar het is wel mooi. Dit is die van Guusje. Alleen, mijn kamer is wel een hele grote rotsen. Ja. En die van Floor. Ik vind die van jou wel iets mooier, maar ik vind die van Guusje ook heel mooi. En was het leuk vandaag op school? Ja. Ik heb een presentatie gehad. Heb je je punt al? Nee. Want, ik heb vandaag ook toets gehad van biologie. En dat ging op zich wel goed alleen. Je hebt zeker een 5,1. We hebben zeg maar twee delen van de toets. Een A en een B voor bio. Alleen, ik had wel de moeilijke. Meestal heb ik altijd de makkelijke toets. Alleen deze keer had ik de moeilijke. Dus ja, ik hoop dat ik een goed cijfer heb. En ik heb een... Maar we krijgen woensdag ons rapport al, hè. Dus ik kan er niet meer op het rapport komen. Niet de presentatie. En de juf gaat nog zeggen... welke fout ik heb gemaakt en welke goede dingen ik heb gedaan. Nou, dat is goed. En jij, Floor? Ja, ik heb vandaag gewoon een maaltijd. Oh, ik was heel goed. Alleen kijk, ik heb het virus. Hoe komt dat? Op het schoolplein liggen allemaal plassen. En wij doen heel vaak in plassen springen. En dan gebeurt het. Wat heb jij hier nou weer voor vies gedaan? Ja, we gingen een soort nagellak op onze vingers doen. Oh, dan zo? Ja. Maar... Moet je niet doen, want zo komt het op je hele vinger. Ook. Oh. We hebben een vorkje gemaakt. Hij ligt bij mij. Huh? Ziet er niet uit. Ja, Guus heeft een vorkje gemaakt of zoiets. Wacht, kan je een doekje pakken? Wc-papier, kan ik zo de rest eraf halen. Guus is pak. Heel. Maar ja, dat was het dus. Wacht maar. Oh ja, die is wel mooi. Hij is nog niet helemaal droog. Het is inmiddels 4 uur en we zijn klaar met de vergadering en staan in de file terug naar huis. Om 4 uur. Om 4 uur. Meestal hebben we geen files. Het was een mooi om het nieuwe ijscentrum te zien. Echt een heel mooi gebouw. En cijfers waren interessant. We hebben weer van alles besproken. We zaten daar in de derde verdieping met een zonnetje in je rug. Dus een beetje slaperig naar het weekend. Ja, zeker toen ik die presentatie van die kassaman kwam. Ja, er kwam nog zo'n presentatie van een puntensysteem, van een spaarsysteem. En ik ben niet van het spaarsysteem, hè? Dus dan voel je zo dat zonnetje, zo'n oogjes een beetje, valt dan een beetje dicht. Eline die zou boodschapjes doen voor het eten. Wij zeiden speestamp en andijvenstamp, maar daar had ze geen zin in. Ik zei, nou haal maar wat anders. Dus het wordt, als het goed is, aardappeltjes, cordon bleu, schnitzels, worteltjes, ertjes en witlof. Ja, dan gaan ze dat ook allemaal maken? Nou, dat weet ik. Ik denk dat jij moet kopen. Oh. Ik weet het ook niet. Goed. En, verder is het eigenlijk een doodgewone maandag weer. Ja. Niet heel veel te vertellen. Jawel, ik heb gewoon nog een paasuitje gemaakt. Ja, vertel het eens. Ja. Welke smaak? Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik kleine paasuitjes gemaakt heb. En ik heb een butterscotch gemaakt en een pindakrokant. En aardbei, sinaasappel. Dat was hem. Ik heb nog karamel gekookt. En die heb je niet van jouw vrouw meegenomen? Nee, want dat waren allemaal nog even klaar. Dat kost toch wel heel, daar gaat best wel wat tijd overheen met zo'n eitje met uitharden en noem maar op. Dus dan kunnen ze vanavond even testen. Ja. Dus de kast, als je de bakkerij klaar hebt gezet, dan kan je een lekker paasuitje vinden. Ja, vorig jaar hadden wij nog inkooppaasuitjes, maar die vond ik echt gewoon niet lekker. Nee. Jij ook niet? Nee. En die liepen dus ook niet, dus die moesten ook heel veel weggooien ook. En dit jaar, als het niet loopt, dan maken we er wat minder. Gaat hardlopen, kunnen we wat meer maken als je zelf maakt. Dat is echt een voordeel. Dat is gewoon super vers. Dus het is toch wel leuk. En onze banketbakker Chocolatier, die kan het hartstikke goed. Die heeft op zijn vorige bedrijf heel veel gedaan. Dus die maakt nou lekkere paasuitjes. Ja, dat is ook de reden dat we zo iemand hebben aangenomen, zeg maar. Om wat meer kennis in het bedrijf te halen. Ja. Dus bij de high tea en zo kunnen we ook lekker die eitjes doen. En bij de koffie. En,
Ja, zo komt daar dan, zo doen we dat dan, want dan krijg je daar lekker een eitje met een koffie. En dan denk je net zo, dit zijn wel lekkere paaseitjes. Maar dan kun je die halen en dan hopen we natuurlijk dat ze weer naar ons chocolatelier gaan. Hè. Zo proberen wel dat alle bedrijven, dat alle drie elkaar versterkt, zeg maar. Hè? Dus of ik hier met een leuke reclameactie. Nu hebben we toevallig net de aanbiedingen gemaakt voor de bakkerswinkel. Voor de komende 2 weken. En dan zetten we er ook weer een chocola op. Ja. En toevallig nou ijs. Nou, voor de eerste keer iets van ijsje. En dan bij de koffie krijg je weer een stukje kaneelcake uit de bakkerswinkel. En een chocolade-eitje dus uit het chocolatelier. En zo proberen we dan wel dat bedrijf elkaar versterken. En als je bij de kapper laat knippen, dan krijg je een bonnetje. Hè? De kinderen die krijgen dan een bonnetje voor een bonnetje ijs. Ja. Dat soort dingen. Ja, de Roos dan bij de kledingwinkel vaak komen. Ja. Die doen dat ook met de klanten. Als iedereen zo elkaar kan versterken, dan is het leuk. Oh, even. We zijn inmiddels thuis. En Marvelief komt net binnen met heel groot nieuws. Ta-da-da-da-da-da! Wat heb je? Bandje A. En nu? Mag ik afzwemmen? Mag je afzwemmen? Ik mag het voorlezen. Alleen het is wel moeilijk om uit te hebben. Ja, het is helemaal los. Dat maakt niet uit. Ja, omdat het allemaal op de grond ging vallen. Uw kind heeft 7. Een sticker 7 verdiend. Hebben jullie een plastic tasje bij? Ja, in de zak. Toppie meiden. Supergoed. Mama, en hoe kom je hier nou aan? Dat is een tractatie. Van wie? Van Moa met de klas die jarig was. Nou, dat is wel een tractatie. Ja, en iets wat je niet zo graag wilt. Die heb ik gezien, Jan. Tractatie. Zo, dat is wel een tractatie. Ik wil ook wel in jouw klas. En deze muts is ook voor jou. Ja, die heb ik zelf gemaakt. En waar is die voor? Valentijn staat erop. Mocht je die aan iemand geven die je lief vond of zo? Nee, je mocht een kroon maken. Bij de overblijf mocht je er een maken. Oh, oké. Nou, super, 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 super goed gedaan, wat liefje! Eline had de boodschapjes gedaan en die moppert eventjes op papa, want hij heeft het niet goed gedaan. Nee. Nee. Ik had kaassaus van die zakjes en het kaas... Daar was papa heel blij mee. Ja, hij heeft kaassaus bij de witlof gedaan, dat was normaal. Kijk. Echt niet leuk. Die gooi je altijd in de frituur. Die in een cordon bleu. 1, 2... En schnitzels. Oh, dan komen die andere twee aan buiten. Ja, mooi, compleet. Maar kijk, nu kan ik eigenlijk een nieuwe hokkenschoen aan doen. Oh ja. Ja, zeker, ja, voor de buiten. Passen ze. Ja, dat is echt veel beter. En die andere waren ook wel een beetje te klein. Vind je ze leuk? Ja, hè? Ja. Die andere waren ook wel een beetje te klein, dus. Kijk, Aline, hier zit die kaassaus op van jou. Kijk, zie je dat? Kun je die daar pakken? Ik zie het daar ook wel. Is ook hetzelfde. Ja, maar anders was het toch wel beter. Volgende keer. Ja? Nou, we gaan lekker aan tafel. Smakelijk eten! Smakelijk eten, jullie hoor! Zetters! Er vielen allemaal dingen uit. Oh, nou, we kunnen gelijk aan tafel. Kijk, weet je wat we hebben gekocht? Melk, maar die is open gescheurd. Hey, hier. Tijdens de dus ja, dat doen we in de koekjesbak dan, hè? Deze koekjes, die En de dubbel fris, ja, top. Maar deze zijn toch voor thuis? Nee, ja, die drinken we nu, maar die hebben we nodig voor de carnaval. Maar mogen we ze nu alvast drinken dan? Ja, we gaan ze nu drinken, maar het is voor de carnaval. Dus alleen de pakjes niet. Lege pakken bewaren. Ja. Jullie mogen dubbel fris bij het avondeten. Ja! Want, waarom is dat? Want met de school toch hebben wij altijd voor carnaval. En daarmee doe ik mee met vriendinnen. En ik mag eigenlijk niet zeggen. En dan gaan wij met de optocht iets doen met dubbel fris. Want het lotto is, we zien dubbel. Ja. En dan zijn er een paar soorten van dubbel. Hebben we dan om en dan fris. Ja, ik weet niet wat we echt gaan doen. Dubbel fris, ja. Eigenlijk. Maar dan moeten we wel die pakjes moeten we bewaren, hè? Dus morgen gaan we die ketting maken. Nou, jasje even ophangen. Dan kunnen we gaan eten. Het eten is klaar. Maar liefje, aan tafel. Kom. Mama, neem ook een glas mee. Kom, gaan we. Mama, dus deze moeten we ook Nee. Nee. We gaan nou eten. Nou, dat is nee, die moeten al op zijn, schatje, morgen. Die moeten al op
Heb je dat al gezien, man lief? Mama, mijn kamer is echt mooi. Ja? Ik vind het vooral maar gewoon iets mooier, maar die van gisteren ook. Ja, jullie kamers zijn al mama, klaar. Kan je naast me zitten? Ik vind mij bang. Heb je jouw kamer al gezien? Ja. Is ik klaar? Zullen we straks ook even bij jullie boven op de kamer filmen, ja? Ik had eerst wel van mama ook, maar nu filmen, ja. Ja? Dan kan ik de meubeltjes gaan bestellen, hè? Wanneer kan ze bestellen? Weet ik niet. Zoals in deze week nog. Ja, dan moeten we opa liever aankijken of hij ze in elkaar wil zetten. Opa Leo. Opa die straks komt. Die vindt dat leuk. Maar als hij leuk vindt, dan hoeven we hem steeds lief aan te kijken. Dat is waar. Ik ben bezig. Oh, sorry. Oh, we zitten klaar voor de grootste hockeywedstrijd van het jaar. De grootste. Voor ons, ja. We hebben een oefenwedstrijd buiten. Voor het eerst weer buiten. En het is het jongensteam waar ik coach. Ja, dat ook. Tegen de meiden. De meiden B. Ja, wij zijn C. En er zitten, nou, jullie als broertjes gaan tegen jullie twee zussen. Dan zit er nog een broer en een zus. Hè? Een zus bij jullie en een broertje bij ons. Dat is eigenlijk wel jammer, want er zijn drie leden vroeger gestopt. In het jongensteam en die zussen zitten ook allemaal bij jullie. Dat was het echte familietoernooi geweest, ja. En we zijn allemaal tactieken aan het bespreken en alle spelers. En waar zei jij net, Madelief? Ik snap niet meer. Nee, ik snap er helemaal niks meer van. Zei jij zo mooi. Ik snap ook echt niet van. Nee? Nou, als Merel linksachter is en Stan rechtsvoor, dan is het Merel tegen Stan. Nee, ik snap het niet. Ja, Stan die staat rechts voor. Want ik sta meestal midden, maar... Eline, deze wedstrijd waarschijnlijk linksachter. Ja, de verdediger is niet meer, dus ga je achter. Dus dit wordt gewoon de leukste wedstrijd van het jaar voor ons. Ja. En ik denk dat de jongens gaan winnen. Ik denk dat de meiden... Wat denk jij, mama? Jij bent de onafhankelijke. Tuurlijk. Jongens. Ja, wij wel. Ik denk dat de meisjes gaan winnen. Ik denk ook dat de meiden gaan winnen. Ik denk ook dat we... jullie zijn allemaal meiden, dus junior, wat denk jij? Ja, de meisjes. Oranje, ja. Dus de meiden gaan winnen. Wij hebben het uitje nu aan, dat is wit. Wie? Ja. Maar, gaan we... Stan of Eline? Ja, zegt hij sowieso Eline. Hij heeft al oranje gezegd, dus dat is voor de meiden. Stan of Eline? Zullen we een poeltje doen? Allemaal geld en leg wat scoren. Ja. Ja, doei. Oeh, doei. Oké. Geld. Als wij dan met elkaar inleggen, tegen jullie... Leggen we een euro als in? Als wij 50 euro in... Nee joh, een euro. Als wij 50, krijgen we van jullie nog 50, hè? Nee, gewoon allemaal een euro en dan moet je de uitslag... misschien wordt het al 1-1, hè? Kun je ook doen, hè? Dan moet je het houden. En dan mag je, als je 1-1 goed hebt, dan mag jij het houden. Ja, en anders? Dan krijg je allemaal je euro weer terug. Ja, maar als wij winnen van jullie, krijgen we het van jullie ook. Nee, als jij inlegt, van het wordt 3-0 voor de meiden. En het wordt dan 3-0, krijg jij heel de pot. Zo werkt dat. Maar waarom zeg je niet gewoon winnen? Ja, maar dan moet je de pot weer verdelen. Dat het 4-3 voor ons gaat worden. 3-1 gaat worden voor de meiden. Ik 4-3. Ik denk net aan 2 voor ons. Nout? Ik weet het niet. Ik denk 2-0 voor de jongens. Oké, okay, wacht, ik ga het in mijn telefoon zetten. Want dit staat er op de vlog van ja, volgende week. Ik ga steeds in mijn telefoon zetten. Ik weet het echt niet. Dan doe je 1-1 of zo. Okay, jij doe je mee. Je hebt wel geen euro uitleggen. Ik doe 2-2. En mama? Merel is 3-1. Ik doe niet mee. Doe het wel zonder geld. Ik ga voor... Nee, ik doe niet mee. Dat duurt lang. Dat is wel heel doordacht. Ik heb wel een hele goede keeper, dus ik... Oh ja. Daarom heb ik een 0 voor jullie. Ja, als 3 hebben we ergens. Nee, ik ga misschien een jongensje winnen. Wij hebben wel echt een betere keeper. Ik ga voor 1-1. Ik denk jongens 2-1. Papa, nee. Jullie hebben natuurlijk zo'n goede keeper, dat heb ik nog niet aan gedacht. Ik zeg 2-0. Ik zeg ook 2-0. Ik zeg
Ja. 1-2. 2-2. Ik zeg 3-0. 2-2. Ik zeg 2-2. 2-2. Wacht even, ik ben niet zo snel. Ik denk op 2. Nou, voor de kijkers, tot zo op het hockeyveld. Oké. De jongens zijn er bijna allemaal. Kasper niet. Oh nee, Kasper nog niet, nee. En de meiden, die zijn... Dus zijn jullie er klaar voor, jongens? We gaan even warming uppen. Allemaal even hier komen. Wat? Ja, maar we gaan stoppen met afpakketje. Kom jongens, allemaal even hier zo, allemaal een balletje. En dan drijven naar de overkant. Dat is drijven, hè? Dat is zo. Dat was dat. Zo, ja, dat is drijven. En terugdrijven. Ze zijn er klaar voor. De wedstrijd gaat beginnen. Bij de meiden hebben ze volgens mij één wissel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee, hè? Ook geen wissel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ze hadden twee afmeldingen, maar volgens mij is het 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hé, die meiden hebben ook geen wissel. Nee, ik ben het toch? Hebben ze een. Ja. Hebben ze drie afmeldingen dan? Ja? Hebben ze drie afmeldingen dan? Ze zijn met 14 normaal. Nou, kunnen ze lekker moes spelen. Huh? Jou nog niet. Naar voren, breed maken. Tiara, goed zo. Aan de vrijster. Door naar voren. Met de Lucas! Tiara bij de keeper gaan staan! Dit was de wedstrijd van het jaar. De meiden hebben verdiend gewonnen. Ik had het eerst erbij, want ik had als enige gezegd dat wij zouden winnen. Ja, jullie hebben verdiend gewonnen. Ja, Eline zei ook dat ze... Nee, ik had het niet. Maar het was echt een hele leuke wedstrijd. 1-0 voor ons. Ja. Nou. Nou, dat was gewoon, nou, gefeliciteerd. Maar jullie hebben ook echt gewoon zo'n goede keeper. Daar kan je gewoon bijna niet doorheen. Nee. En ja, jullie hebben goede verdediging, vind ik. Ja, dat is wel waar. Zal ik ook. Dus ze hadden geen kans om nou, bij jullie keeper jullie te komen. Jullie rennen de hele tijd net naar voren en dan was het de hele tijd bijna een goal. Ja, counters. Ja. Hadden wij, ja. Daar trainen wij ook op. Daar zijn we goed in. Ja, nou, zo, die hadden we de hele tijd nog maar net, hoor. Wat ga je doen, Merel, met die boterhammen? Fantastisch! Heb je honger? Ga ik het nog een keer doen, hè? Jij zit al een bak yoghurt te eten. Nou, ik heb echt niet maf, dus er mag niks in. Dat komt er toch van dat sporten. En jullie kunnen het maken? Ja. En Stan heeft koud. Doe het ook even voor mij. Wat? Doe het ook maar even voor mij dan. Ja, we kunnen twee van gelijk. Ja, nou, vijf. Even vijf tosties. Mama ook nog tosties. Nee, mama geen tosties. Van de koude weer en dan de hockey hier krijg je toch honger, hè? Ja, zo. Familie tosties. Jongen, ik zou degene die altijd voor moet maken, hè? Altijd vanavond. Oh, Eline, maak ook een keuken bij mij. Oh, Eline, kan je van die dingetjes maken met die Nutella, die met suiker? Oh. Ja. Is dat wat doen? Nee, joh. Dat is wel lekker, maar goed. En er is gebleken dat we dit vaker gaan doen, hè, de wedstrijd. Ja. En dan doet Mas mee. Zei hij dat? Nee, dat mag niet. Zei hij eerst een wat? De volgende oefenwedstrijd moet je me even appen. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Dan gaan wij ook andere... Okay, ik ga dan gaan jullie ook inhuren. Nee, maar wij niet. Hij is nog ineens heel goed. Oh! Ja. Waar heb jij nog nooit zien
Ja. Ik kan wel heel hard meppen. We hebben heel vaak wedstrijden tegen hun. Ja, wij zijn helemaal niet zo heel goed. Ja, ik had die daar gelegd. Ja, hij lag toch straks daar. Ja, toen heb ik hem daar gelegd. Ja, en heeft iemand hem in. Straks ligt hij in de prullenbak, hè? Zwart pasje. Ja, dan gaat hij weer. Ja, ik de neem. Oh, waarom is het dan nat? En je portemonnee? Ja. Maar mijn portemonnee heb ik niet. Ja, die ligt niet. Maar wacht, je mobiel hoesje? Nou, er is nog niet. Niet daar! Er is hier nog geen schoonmaak van mama naar kamp. Mensen die zo meteen meenemen. Wij gaan afsluiten. Afsluiten voor vandaag. Afsluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. We zouden het heel leuk vinden als jullie abonneren. Papa is het. Nee, daarom. We doen hem een keer anders. En dan op het belletje drukken, want dan mis je geen één vlog van ons. Houdoe. 3 april krijg ik hem toch? Ik ga niet sletteren, ik ga niet met de panter en zo. Ik weet het al. Ik heb alleen maar 8 en 1, 7,5. Jut en Jul. Zus is op tv.